Ik wou heel graag naar een gymnasium vanwege Latijn en Grieks, dat leek me heel leuk. Latijn en Grieks zijn best wel belangrijk, belangrijker dan mensen soms zouden denken. Ik hou heel erg van de cultuur van de klassieke talen, maar nu van leren we nog meer van de basis. Over de grammatica en de woordjes, dus echt teksten vertalen. Het is heel erg puzzelen en heel erg logisch nadenken, dus het is een goede oefening voor je brein om verder te ontwikkelen. Je leert ook veel over de Romeinse cultuur en het Romeinse Rijk. In de 50 ga je natuurlijk op Rome reis. Dingen die je bij geschiedenis bijvoorbeeld wat minder leert. Dus het breidt echt je algemene kennis uit. Je mag officieel een plusvak doen als je boven de 8 gemiddeld staat in de eerste klas. Dus vanaf het tweede jaar op zorglied mag je een plusvak kiezen. Er zijn plusvakken zoals filosofie, kunst en wiskunde D, bedrijfseconomie, Chinees. Er wordt gekeken naar wat jouw interesses zijn en of jij dit echt kan doen en erbij kan hebben. En dan volg je gewoon twee of drie extra uren in de week aan dat bepaalde vak. Ik heb Chinees gekozen omdat ik zelf heel geïnteresseerd was in de taal en de cultuur rondom China. Ik doe wiskunde D en het is een wat moeilijker vak. Het gaat wat dieper de stof in en extra uitdaging voor leerlingen die dat willen. En dat wou ik graag, daarom heb ik ervoor gekozen.